En jullie zullen me wel kennen van de Flexe Gasten. Ja, ik ben die hardwerkende, altijd op de juiste plek voor de laatste scoop staande hoofdredacteur van de schoolkrant. En ja, ik ben degene die de Flexe Gasten groot heeft gemaakt. Ik ben Cindy, 15 jaar oud en zolang ik besta wil ik overal de beste in zijn. Ik kan er niets aan doen. Ik heb het altijd al gehad. Een 9. Een 9. Meneer, is het het hoogste cijfer van de klas? Ja. Wat heb jij? Een 3. Ja, hard werken, de hoogste resultaten. Je hebt alles zelf in de hand. Leerlingenraad, debatclub, schoolkrantredactie. Ja, ik vind het gewoon allemaal heel leuk om te doen. Is dit alles wat jullie hebben gedaan? Jongens, we hebben hele schoolkranten vullen. Ooit gehoord van gedegen onderzoeksjournalistiek? Kom op, aan de slag. Ja, je wilt toch iets bereiken? Je wilt toch winnen? Nooit je emoties laten zien. Want de tegenstanders zijn hier overduidelijk in de minderheid. Hoe kan de leerlingenraad hier nou mee akkoord gaan? Team Cindy! Die heeft ons weer allemaal van tafel gedebatteerd. Nou, je hebt gelijk. We zullen de plannen opnieuw bekijken. Nu denken jullie dat ik een harde bitch ben, maar dat is helemaal niet waar. Nee, ik probeer ook echt een goede vriendin te zijn. Vaarwel, Sniffy. Dank je dat je dit wilde doen. Ja, natuurlijk. Ja, Vera en ik zijn BFF's vanaf de peuterspeelzaal. We houden van dansen en van zingen. Kijk, dit zijn de Fly Girls. Mijn dansgroep sinds vorig jaar. Vera en ik hebben die opgericht om de Summerfest een week te winnen. Dat is een feest dat gehouden wordt op onze school. We zijn nu met een act bezig waarmee we iedereen het podium af gaan blazen. We moeten alleen nog wat aan de choreografie gaan schaven. Maar meiden, willen die bokaal winnen toch? We doen het dan! Ik weet het, het is veel. Maar eerlijk is eerlijk, ik doe het niet alleen. Directeurs, topmanagers, bekende acteurs. Allemaal gebruiken ze dit boek om hun wijsheid uit te halen. Mijn vader heeft gebruikt om aan de top te komen en hij heeft het nu aan mij gegeven. Het is niet alleen een boek om uit te lezen, maar ook om in te schrijven. Of nou ja, zo gebruik ik het. Als een soort studieboek en dagboek in één. Ik schrijf erin over hoe ik aan de top kom. En hoe ik me die dag voel. En wie ik leuk vind en wie niet. Avalon. Een meisje uit een Fly Girls groepje. Lang verhaal. Hé, hey, pap, daar ben je weer. Ja, sorry. De verbinding viel even weg. Ja, Hongkong, zogenaamde high-tech stad. Maar goed, waar waren we? Oh ja, 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 ja. Twee quotes om de dag goed te beginnen. Einstein. Het leven is net als fietsen. Om in balans te blijven, moet je blijven bewegen. Mooi. Of deze. De manier om te beginnen is om te stoppen met praten en te beginnen met doen. Ja, heel goed. Nou, laten we dat maar doen. Op een productieve dag. Dat was Walt Disney. Kus. Doei, pap. Succes. Dit boek geeft me houvast. Om overal de beste in te worden. Net als papa. Hé, hey, de choreografie moet vandaag echt af, dus extra focus, ja? Hou je alles goed bij? Beter nog zelfs. Mooi, dan laat ik me door niet zo van iemand afleiden. Meiden, ja, we moeten echt beginnen. Ja, ook zonder afrond. In positie allemaal. Je bent te laat. Ik heb even wat gefixt. Waarom is hij? Waarom ik hier ben? Voor jou natuurlijk. Alles voor jou, Cindy. 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 Je zou je nergens door laten afleiden, toch? Nee. Ja, supergoed gedaan, Avalon, om er extra versterking bij te halen voor de choreografie. Ja, samenwerken is beter werken, zeg ik altijd maar.
Keep your friends close, but your enemies closer. Hey, jullie willen winnen, toch? En ik ook. Dus... een winnaar is een dromer die nooit opgeeft. Nelson Mandela. Hey, jongens, eerste positie. Kom. Ja. Jongens. Jongens, let allemaal even op. Ik heb echt zo'n vet idee. Kijk. Het gaat zeg maar zo. Zo, en zo. En dan zo kruisen en dan zo. Doe maar, kom. Kom. Hey, ik heb een idee voor het tussenstuk. Mag ik het even uitproberen? Houd maar kort. Oké. Nice. Wacht, check eens. Ja? Hey, duw mijn been. Ja? Ja, overheen. Oh, oké. Overheen. Merci. Huppa. Wat vond je? Ja, heel leuk. Maar ik hou alleen niet zo van solo's, dus laat mij maar. Ga maar even allemaal naar achter. Kom, allemaal even naar achter. Het is echt zo gaaf. Kijk, met je been en je been. Ze zitten in ieder geval wel doorzettingsvermogen. Pa, en we doen het! Toch nog te korte beentjes, zeg. Nou, dat wil je toch niet doen? Wat zeg je? Oh, nee, niet. Ging niet zo goed, hè? Wat balen. Gnoompje. Nee. Ja, dat is toch zo. Nee, schat. Gnoompje. Gnoompje. Gewoon een stof op de vloer. Ik meen het. Ik heb het altijd als ik val. Dat is gewoon iets fysieks. Ja, het zijn tranen, geen huilentranen, oké? Oké. Gelukkig. Waarom kappen we er niet gewoon mee, Sin? Hey. Ze doen echt vet gemeen tegen jou, hè? Gewoon vriendinnen onder elkaar. Nou, kom op, dat is gewoon niet waar. En ik zie toch hoe klein je wordt als ze dat soort dingen dan tegen je zeggen. Klein? Maar dat kan mij dan niet. Hallo, jij regelt wel echt alles, hè? Dus de gymzaal, inschrijvingen, muziek, het team. Moeten wij niet gewoon weer met z'n tweeën? Gewoon zoals het vroeger was. Dat is tenminste nog gezellig. Ja, Avalon is gewoon... is echt een bitch. Maar wel de beste bitch. We hebben haar gewoon nodig om die bokaal binnen te slepen. Oh, nou, dan winnen we toch niet. Boeien. En daarom wordt het dus nooit wat met je. Het gaat om de reis, niet om de bestemming... Nee, Vera. Nee, dan had je dus net zo goed thuis kunnen blijven. Ja. Oh, niet de boekjes zien, please. Hier. Geef een meisje de juiste schoenen en ze kan de wereld veroveren. Sorry? Marilyn Monroe. Oh, Marilyn. Ik snap het niet. Ja, en daarom moet je dus ook gewoon doen wat ik zeg. Ik meen het. Verover met mij de wereld en dan als we winnen, dan stopt Avalon vanzelf echt met pesten. Nou, besties? Besties. Yum, yum.
Sorry. Sorry. Ik botste tegen jou aan. Gaat ie? Ja, thanks. Oké, doei. Doei. Ja, wat? Aardig jongen, toch? Miauw. 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 En wat doen jullie raar? Ik heb niet eens een kat. Zo! Ba! En dan draaien naar de deur! Nou, weg! Ja, waarom hebben jullie dat gefilmd? Dat is echt niet oké. Het staat op Insta. Nu op je mobiel kijken. Je hebt het al gezien. Is dit nog te stoppen? Ik weet het niet. Kijk, iedereen is het al aan het delen. Avalon. Ik ben uit de groepsapp gezet. Ik lig er ook uit. Zolang jij niet in de sukkelrating staat, is er eigenlijk niks aan de hand. Je kan me uit de groepsapp zetten, maar Flygas is van mij. Wij hebben allemaal meer danstalent dan jij. Ik denk dat het beter is als ik het van je overneem, Cindy.